Yo, what's up mensen? Nieuwk hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op een nieuwe indie horror game. Hotel 666 met deze hele enge kerel met een kettingzaag op de voorkant. Het is een nog niet zo'n oude game, hij is ongeveer een weekje geleden uitgekomen. En ik dacht van laten we gewoon proberen, want ik zit op dit moment even op een Amnesia custom story te wachten. Die komt deze week uit en ik dacht van ja, laat ik gewoon een keertje de eerste zijn die met zo'n custom story begint. Hij is net nieuw, kan ik hem als eerste ongeveer doen. Lijkt me een keer leuk, dus ja, daar wachten we op dit moment even op. Maar ja, godzooi. Piep. En ik geloof, enter was het geloof ik. Kijk. Ik geloof dat wij een soort van agentje zijn. En we moeten een moordzaak op gaan lossen ofzo. En dat is eigenlijk het enige wat ik weet. Oh. Waarom doet men... Oh, hij doet al. Ja, ik moet iets vinden denk ik. Maar geen fucking flauw idee op dit moment. Wat we moeten vinden, waar we naartoe moeten. Wat is dit? Nee. Kan ik pakken? U wilde een bakje yoghurt. Yoghurt. Iemand. Iemand. Kom op. Iemand. Yoghurt. Hier. Iemand yoghurt. Hier. Helemaal. Allemaal. Verkocht. Wow. Misschien dat jullie het zien. Maar achter me springt mijn kattenvoetbalprinter. En dit spel is ongelooflijk donker. Oh. 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 Wat is dat? Wat is dat? Een CD. Een CD. Enter. Nee, wat heb ik? Wow! What? What the fuck was dat? Oké, op dit moment snap ik echt 0,0 van dit spel. Hallo. Lachen naar het vogeltje. Hallo. Dum dum. Dum 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 dum. Ah! Fuck. Faal. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Hallo schoonheid, wat heb jij gedaan? Vieze ding. Wow. Vangen. Dit spel is wel een beetje aan de vage kant. Al zeg ik het zelf. Hier, ik kan wel allemaal dingen oppakken, maar wat moet ik ermee? Wat moet ik hier nou mee, jongens? Het is allemaal leuk en aardig hier, maar. Hallo. Een katten maken echt raar geluiden. Ik snap niet waarom. Wat is dit? Pookie. Een kat is voor de deur te zeuren. Maar er zit al een kat binnen en die twee kunnen niet met elkaar opschieten, dus dat gaan we niet doen. Wow. Gezellig. Denk ik. Hallo? Hallo? Dit is echt, dit spel maakt echt gewoon... What the fuck? Ik wil... Oh, kijk, daar is iets. Wat is dat? Wat stond er? Fuck. Hey, er nog een deur. Nog een deur. Hoi. Aangenaam. Ik ben Quinten. En mijn hartslag gaat omhoog. Ah! Heb je de wc weer onder gescheten? Oh my god. Oh my god, we gaan er weg hier. Oh my god. Oh my god. Weet je wat ik wel erg irritant vind van het spel? Dat je met enter de deuren moet openen. Dat is echt iets abnormaals. Pookie! Alsjeblieft. Hallo? 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 Oh! De wc's. Altijd gezellig.
En openmaken! Wat is er aan de hand? Wat is er? Ah, waarom zijn al die wc's hieronder gescheten, joh? Wat zijn dat voor vreemde geluiden? Oké, ik ga mijn kat erin laten, want ik word hier niet goed van hoor. Even mooi. Wat is het boek? En wacht niet te veel om tegen elkaar te gaan doen, want dan word ik meid. Oké. Nee, wat is dit? Wat moet ik hiermee? Ik heb. Oh, wacht, ik kan zo'n ding pakken. To anyone out there, get out now. You don't have a chance. Don't get fooled by their game. Don't listen to the run. You can't run. A friend. Oké. Wat is dit? Wow, lag dat in de toko? Nee jongens, we gaan niet op Steam tegen me praten. Dat mag niet tijdens mijn video's. T3. Nou. We zijn nu aangekomen bij verdieping 3. En ik weet niet, ik heb altijd een beetje een Wauw, ik schrik van een paar cd's en een vuil. En ik heb mijn lichtje weer weggedaan. Oké. Gitaar voor sale. Iemand hebben. Oh, dit spel is echt creepy. Creepy as fuck. Hey, knipperlichten. Hallo. Oh! Dat is best ranzig. Dit spel is echt disgusting. Echt ranzig. Waarom knipperen jullie hier? Niet met dat licht knipperen, verdamme. Is niet grappig. Maar die kaars een key, ik heb geen key. Heb ik een key? Nee, ik heb geen key, wat? Sorry, ik heb helemaal geen key. Wauw. Waar moet ik een key van aanhalen, jongens? Oh, die besturing is echt een beetje faal. Waar tover ik dan een key van aan, jongens? Vertel het me. Vertel het me. Heb jij een key? Heb jij een key, hè? Jij doet wel zo gewoon alsof je dood bent. Maar misschien heb je wel gewoon een key ergens hier. Waar is je hoofd? Wat? We hebben een key. Vraag niet hoe, maar we hebben een key. Hallo. Hallo. Zwaai naar de camera, jongens. Ik allemaal zwaaien. Hallo. Dicht. Goh, ik kan niet dicht. Dit spel is echt. Wat is dit? Op batterij. Enter. Waar? Oh! Fuck jou! Fuck! Ik dacht dat iemand op Skype kwam. Faal. Wat is met jou? Wat is met jou? Wat is jouw probleem? Wat is jouw probleem, joh? Wat is jouw probleem? Heb je ook nog leuke dingen voor me in petto? Nou, want jij hebt geen hoofd meer. Oh, wacht, jij hebt wel een hoofd. Ik hou je in de gaten. Ik hou je in de gaten. Later. Oké. Hou op met die jachtgeluiden. Niet ingaan. Oké, dan gaan we er juist in. Hoi.
Oh. Was met jou. Ah! Ah! Fuck. Ah, ik heb een key. Ik heb een key. Wat moet ik ermee? Hallo? Wat nou weer? Oh! 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 Hoe pak ik mijn shotgun? Kop houden! Fuck you! Hoer! Slap! Dood! Bitch! Ja, wel lelijk. Vind je rare jachtgeluiden? Oké, we zijn klaar! We hebben weer een Indie Horror Game overleefd. Nou is het niet zo moeilijk. Hij was al een beetje creepy. En dat hebben jullie denk ik zelf ook wel ondervonden. En ik ook. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. De komende dagen moet ik even kijken wat ik doe met Horror Games. Want ja, zoals ik al zei. Eén deze dagen, binnen 7 dagen komt de nieuwe Amnesia Custom Story uit. Die wil ik echt gaan doen, als een van de eerste. En ja, tot die tijd ga ik misschien een beetje opvullen met Indie Horror Games. Want dat bevalt best wel goed. En misschien nog een beetje met de Call of Duty video's. Ik moet gewoon even kijken wat ik ga doen. De vakantie komt eraan. Komt allemaal goed, jongens. Bedankt voor het kijken naar Hotel 666 en tot de volgende keer. Peace!